Hallo allemaal en welkom terug naar een heerlijke weekend gehad te hebben gehad. Eindelijk weer een landparty, het was fantastisch. Jeroen, Luc, Karel, Nico en Peter, hartstikke bedankt voor die leuke tijd. En tot volgend jaar maar weer. Ah, ik ben net een uurtje thuis. Deze van de bak koffie genomen. Het huis even onderhouden. Dat moet ook gebeuren. Nou, gaan we verder. Maar het was... Oh, fantastisch. Even kijken, waar waren we met de simmetjes gebleven? Ik weet het begot niet meer. Want we hebben geen Sims gespeeld. En nee, waar waren we... Battlefield, et cetera, dat soort games hebben we gespeeld. Uitermate gezellig. Weinig slaap gehad, zeer zeker. Maar dat maakt me niet uit. Het was gezellig. Nou, waren er nog dingen kapot? De zon schijnt dan een paar dagen. Eindelijk je slecht weer gaat hebben, moet die zon weer schijnen. Ziet de helft van het beeld niet, omdat de zon erin schijnt. En daar het dan zo donker is, helemaal niks. Ja, voor jullie is het misschien niet donker, maar voor mij is het wel donker. Dat is van Moon Hollow, is dat zo. De zon schijnt hier minder en is het meer donker, omdat het vampierenland is. Nee, het ziet eruit dat alles functioneel functioneert hier. Dan gaan we hier even kijken. Nee. Ziet er allemaal goed. Oh, ik moet mijn timer zetten. Oh nee, die staat op. Ben ik even goed, hé. Maar we zijn toch niet al 8 minuten bezig. Waarschijnlijk geactiveerd al dat voordat ik geen film had. Nou, oké, wordt deze iets minder dan een half uur. Ik leg knock-out op de bank. Omdat de bedden... Nee, de bedden zijn beschikbaar. 1 bed in ieder geval. Jij hebt door... Wat is dat? Oh, je bent ook ziek. Oh, ik word er niet allemaal tegelijk ziek, alsjeblieft. Als het zo doorgaat, moet ik wel even een geldje doen, zodat ik me voor genoeg medicijnen kan inslaan. Wie was het nou? Jij. Dat is goed, dus helpt het dat tegen. Ja. Ja, niet tegen de dorst. Niet tegen de dorst. Maar wel tegen de jeukerige beestjes. Wat vaker douchen. Dat begrijp ik ook niet. Die Sims, dan komen ze van hun werk en dan blijven ze hun werkkleding lopen. Dat is dood irritant. Nu hebben zij dan de mantelpakje aan, maar kijk. Het is niet de officiële bekleding, dus ja, nee, ik mag me niet mee bemoeien. Maar dan hebben ze hun werkkleding aan. Dan heb je die engineers, lopen ze daar nog met het dopje op hun hoofd in hun werkkleding aan. Ik vind het niet gewoon. Als je thuis bent, ben je thuis, dan trek je kleding uit. Echt. Hey, het zonnetje is weer op. Niet? Het is ondertussen je trademark geworden. Je kan erbij hoor, ze is vrij. Oh nee, dat zal jij wel gaan doen. Hè? Je vriendin. Nee? Nee, niet eens. Oh, je gaat naar de port. Oh, goed.
Oh nee, dat is de pot, die is de tv. Ja, dat is de tv. Vergis je niet? Ze loopt weg hoor. Iedereen kan weer gebeten worden volgens mij, ja. Schrijf jullie kansen. Hey, iemand heeft een plasmafroet gegeten. Maar ja, dan komt er een kramenstukje aan, dus dat stelt weinig voor. Het is bijna niet eens te zien dat er wat aangekomen is. Dat drinkt eentje melk. Blech. Cola. Coca-Cola. Niet gesponsord. Helaas. Het is tijd voor een autosave. Altijd. Ja, ik weet waar die opgeslagen wordt. Ik weet het. Ik weet ook hoe ik hem moet laden. Ja, dat weet ik. Oh. Je pakt de verkeerde hoor. Nou wordt ze jaloers. Jij hoeft er nu niet naar je werk, hè? Oh, over 11 uur pas. Auw. Oh. Of werd ik al gebeten? Nee. I see. Oh, daar ga ik. Yep. Oh, jij kan wel boos wezen. Jij bent de volgende klak. Icy attack. Icy attack. Oh, ach, ben je ook ziek? Nee, alsjeblieft. Oh, nee. Phew. Schijt het, wachten tot IC weg gaat en dan gaan we de weg lopen, hè? Oh. Ja, nee, want als ze gebeten zijn, hebben ze dit dingetje, maar ze hadden alleen dat dingetje, dus ik begrijp het niet. Ja, je legt momenteel op de grond in de, tussen de mensen. Ja, niks om te doen, hè? Je kan boven, kan je boksen. Boven. Gewicht even kennen ze in dit spel niet, dus daar moet je niet aan denken. Ik wou een loopband neerzetten. Een spardingetje. Maar ja. Net doekoe. No money. Kan kneten. Geen geld. Simone. Euro's. Ja, ik noem het altijd euro's. Ik vind het zo vervelend om te zeggen, ja, simoleons. Nee, het kost gewoon zoveel euro. Gulden, klinkt eigenlijk nog mooier. Die goede oude gulden. Een heitje, een heitje, een kwetje, een duppie, een piek, een knaak. Een tientje, een geeltje, een meier, een rug. Ja, dat soort dingen, hoor je niet meer. Dankzij die euro. Maar ja, we hoeven nou niet meer te denken dat we terug gaan naar de gulden, want de gulden is nou zo weinig waard geworden. Laatst heb ik het financieel ding eens gelezen, daar stond het in van de euro. De euro is geloof ik, stond dat de gulden stond boven de euro. Maar het was 1 gulden zoveel. En het is nu slechts nog 28 cent. Bizar, door de inflatie. Bizar. Dus niet meer teruggaan naar de gulden, want dan leveren we nog niet meer in. Omdat ze, ja. Er is ons nooit gevraagd of we de euro wilden. We hebben gewoon zo door onze strot gekregen.
Omdat moedertje Duitsland er ook mee akkoord ging. Ja, dan gaat Nederland gaat er als kindje achteruit niet. Er is er nog één hoor. Ze ligt op de bank te slapen. Ze wordt net wakker. Dus doe je voordeel erin. Jij hebt toch pas gebeten? Nee, wie was dat dan? Sandra? Sandra is, gedronken. I see niet. Lady heeft gedronken. Oh, het is Lady, ja. Jij niet. We hebben nog één donor en twee vampieren, zo was het. Ze staat niet, ze staat... Oh, ze is er niet meer. Oh wel, ze... Nee, niet. Waar is ze? Hey, Spooky, heb je me gemist dit weekend, jongen? Heb je me gemist dit weekend? Nee, mijn zus heeft de sleutel van het huis. Je hebt hem eten gegeven en een bak verschoond, etc. Dat is allemaal wel goed geregeld. Hé? Ja, je bent een beetje blij dat je me weer zag, hé. Och, hij sprong in mijn armen, begon mijn wang te likken. En ik kopjes te geven. Zo blij was hij dat ik er weer was. Dat gebeurt ook niet vaak, hé. Zelden, en zeg maar voor 2-3 dagen. Och, kind. Ja. Je ziet de haren in een... Oh, je bent niet gekampt geworden. Dat had ik ook niet gezegd, maar ik had verwacht dat ik het gedaan heb, maar goed. Dan ben je morgen de pineut, jongen, dan ga ik je weer even kammen. Nou, misschien dat je vanmiddag even gaat kammen. Het is nou mooi weer buiten. Nou ja, mooi, de zon schijnt. Maar in de regen doe ik niet, want ik ben niet tegen de regen. Maar dan heb je een bloedhekelen. En in huis ga ik het niet doen, omdat ik mijn huis vol met horen. Nu ook, wat ik nu opvang, dan leg ik hier in mijn tasje. In mijn vuilnistasje, dus... Ah, het is zo lief kind, hè. Ach, ik kan je hier horen spinnen, man. Is er alweer wat plasmafruit? Ja, maar het is nog niet zo veel. Ik weet niet hoeveel plasmafruits er vanaf komen. Ik geloof maar 6. Voel je je een beetje happy? Kun je even oogsten? Ah, ja, mannetje, hé. Och, een spooky lieve. Ja, spooky lieve. Och, kind. Die heb ik ooit uit het asiel geadopteerd. Ik denk, 5 jaar geleden. Geen spijt van gehad. Zo'n lief beest. Och. Legt altijd een cadeautje voor mijn deur neer. Of het is een dode mot, of het is een veer, of het is een knijper. Waar hij mee weer terugkomt, komt hij mee terug. Weet precies wanneer hij zijn snoepie krijgt. Nee, is nog geen tijd. Ja, je bent een lief kind, hè. Maakt me 's ochtends altijd wakker als ik niet wakker ben. Want dan wil hij eten. En dan begint hij allemaal met zijn pootje tegen mijn handen te tikken. En als ik daar niet doe, dan springt hij op bed en het is een zwaar gewicht, dan springt hij op mijn buik en dan, dat merk je gewoon. En dan ben je wakker. Hé? Ja. Nou, laten we even met de Sims verder gaan. Ja, als ik mijn kat 3 dagen niet zie, dan mis ik hem ook wel recht. Dan ben ik altijd blij dat ik hem weer zie en we hebben alle tijd voor hem. Hé? En hij is er, echt waar. Hij zit niet te verschanteren of zo. Nee, je bent er, hè. Ja. Ja, je bent lief, jongen. Moet ik het toetsenbord wegschuiven? Wil je erachter liggen? Dan moet je wel gaan leggen, anders zit je voor mijn bed. Ga maar. Doorlopen. Dank u. Zo.
Als jullie nou even lekker op haar gaan doen, dan ga je eten. Nee hoor, loopt de straal voorbij. Ja, hey, hier, vallen. Ja, niet jij hebt gedronken. Oh nee, jij hebt niet gedronken. Sandra had gedronken, ja. Haken jullie niet bij, want zij is net gedronken, gebeten, dus... Jammerd. Wil je gaan liggen, meneer? Heel alsjeblieft. Want die dikke buik van je verdoezelt... Nou, ik heb een hele grote televisie. Samsung Curved. En hij gaat precies op dat stukje zitten. Waar mijn tijd staat. Waar de... Hoe heet het staat? Het hele middenstuk, zeg maar. Voor de helft. Omdat hij ziet. Dus ik kan niet zeggen van ik doe het. Ja, oké, de tijd kan ik wel instellen. Ik kan het via toetsenbord doen. Nee, dat is geen probleem. New York pizza. Nou, we hebben gisteren pizza gegeten. Dus even niet. Even niet. Als tussendoortje, hè? Want zijn vrouw had lekkere riblappen gemaakt. Oh, wonder. Dat was zo lekker. Mm. Ik kan best koken, maar zoals die boerin dat doet, nee. Hadden we eerst een verse groentesoep erbij. Ah, oh, het was hemels, echt. Ik ben niet gelovig, maar het was hemels. Ik kan niet wachten op volgend jaar, want hopelijk is dat COVID-19 gezaak volgend jaar over. Want dan kunnen we weer met de hele klaar. En... Oh nee, voor het volgend jaar ga ik. Nee, ik heb gezegd van. Toen ik daar zijn gezegd heb tegen degene die dat organiseert. Van volgend jaar mij niet uitnodigen. Ik ben dit jaar geweest. En toen hebben meerdere ook meteen gezegd van. Nee, dan ons ook niet uitvolgen. Dan mogen de anderen. Dus dan is het eerlijk gegaan. En dan, dat jaar op kunnen we met z'n allen dan. En misschien kunnen ze. Volgend jaar kunnen we met z'n allen. Ik denk het bijna wel hoor. COVID-19, ik heb niet eens meer bericht gekregen met zoveel doden door corona en zoveel ziekenhuisopnames. Nee, alleen New York pizza. Maar man, wat was dat een heerlijk weekend. Dat gaat er toch altijd uit, hè? Als je het gezellig hebt. Nee, ze hadden hem toch opgegeten? Oh, wacht, we hebben twee haarden. Wacht even. Kijk naar de verkeerde haard, sorry. Wat is er met het... Hij staat zo te blingen, kan niet ge... Hé, hallo, ik had gevraagd of je wilde oogsten. Hoe moe ben je? Nou, ga oogsten, kom op. Ja, niet zeuren. Aan de bak. Moet jij niet werken? Oh, over 3 uurtjes. Kijk. Hartstikke goed. Ik krijg over 2 uurtjes een berichtje. Dat je over 2 uurtjes moet werken. Wilma moet over 2 uurtjes werken. Wilma was het toch? Oh, is mij. Oh, ik heet Wilma. Namen, ik ben zo slecht in namen. Dat is ongelooflijk. Oh, dit is die boom die buiten staat. Nou, dat maakt niet uit. Plukken die handel. Oh, dan heb ik gezegd dat je deze niet hebt gedaan, terwijl ze wel hebt gedaan. Het is zo donker, ik zie ze niet eens. Nee, alles oogsten. Kom op nou, dat weet je net al gezegd. Oh, hebben we weer een zieke? Ik zie een thermometer. Oh nee, ik ben altijd zo gespannen, zo in de stress als ik zie dat er eentje een ziekte dingetje in het beeld. Is het een spuitje of een drankie of wat zei het, een thermometer. Moet ik ook al meteen allemaal even nakijken. Groen is niet is positief, dus het maakt niet uit.
Maar ja, we hebben het waarschijnlijk verbeterd. Ja. Jij bent goed. Oh, jij hebt net gegeten dus, want jij was rood. Oh, er moet er eentje werken. Hup. Jij hebt dorst. Jij hebt al gedronken. Maar wacht even, wie waren het die net gedronken hadden dan? Dat was jij? Oh, en Sandra. Ja, klopt. En dan hebben we de twee die niet gedronken hadden. Dat klopt ook. Dat was Icy en Nicole. Ja. Hey, ho. Wat zeg ik bij jou? Jij bent ziek. Oh, man. Hoeveel flesjes heb ik nog? Daar, jongen. 4. Ah, oh, ik moet zo meteen, dan ga ik wel even monetje doen, want dan is het alleen voor de flesjes. Want het gaat wel erg hard. Waar is de flesje gebleven? Oh, hier. Jij. Ja, neem je medicijnen maar in. En wanneer ik zeker... Hé, hey, er heeft weer iemand gedronken. Want er ligt er eentje knock-out hier. Wie heeft haar gebeten? Icy? Nee. Jij ook niet? Wie heeft haar gebeten? Jij. Ja. Ja, Icy, sorry. Jammer. Je hebt kansen, meid. Ja, dat moeten aannemen. Ze stonden vlak voor je. Je hoeft alleen nog met je tanden goed te zitten in te happen. En die zaagmotor aan. En die twee rietjes erin. Was je klaar geweest? Ik moet zeggen, je hebt een uithoudingsvermogen van hier tot Tokio. Want je weet je te weren. Maar ja, dan krijg je dat en heb je geen kracht en dan werk je spels ook niet goed in. Nee. Bijt er nog een keer. Helaas, dat kan niet. Hoeveel van die dingen hebben we nu? 18, maar er kan nog niemand kan... Nee, je mag niet eten. Ze kunnen plasma zakjes maken van het fruit, maar dan moeten ze... Ja, ze levelen nooit van hun vampier skill, dus het zal nooit gebeuren. Want met die yoghurtpakjes krijgen ze iets meer. Ja, iets meer. Niet veel meer. Niet als dat ze volwaardig in iemand bijten dat je... Het hele zwemhal heeft al leeg gezogen. Yep. Ik heb één vampier. Dat is een. Hoe noemen ze dat in het Nederlands? Een serial killer. Nou ja, killer. Zager. Al heb ze gedronken en iedereen die eromheen staat, pakt ze beet. Iedereen die ook maar gebaat werd. Oh, wacht, jij bent de volgende. Dus af en toe heb je. Dan ga ik naar dat Cat Famous land. En daar heb je een bar. En daar staan heel veel mensen altijd. En dan is het drink, want ze staan toch binnen. Drink, 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 drink. En dan binnen muffen tijd liggen er allemaal gasten te slapen. En ik heb een add-on geïnstalleerd. Daar kan ik een heks aanmaken. Dat is ook een serial, dat is met recht een serial killer. Want die heeft een skill dat heet Kiss Me. Maar als ze dat doet, dan zit ze in vuur en vlam. En als je eigenlijk niet blust. Wat de Sims die je niet speelt, die NCP'ers dus niet doen. Dan gaan ze dood. En weet ik ook wat ik leuk vind. Oh, einde tijd.
Mensen, bedankt voor het kijken. En ik zie me u in mijn volgende video. Alleen voor jullie. Doei doei.